Dit is Gert. Gert heeft een timmerbedrijf en is net op weg naar zijn werkplaats. Hij is in een goed humeur, want hij staat kort voor de oplevering van een grote bar voor een traditioneel hotel. Als Gert zijn materiaal in zijn bedrijfswagen wil pakken, komt zijn vriend en collega Peter langs. Peter feliciteert Gert met de nieuwe opdracht. Maar als Peter toevallig in de auto van Gert kijkt, valt hem op dat zijn vriend nog altijd met het oude merk lak werkt. Verbaasd vraagt Peter waarom Gert Fantastic Color van Hesse Lignal nog niet gebruikt. Sinds Peter werkt met Fantastic Color zijn de kosten bij zijn opdrachten behoorlijk gedaald. Gert haalt zijn schouder op. Hij heeft nog nooit gehoord van Fantastic Color. Nou, dan wordt dat de hoogste tijd, zegt Peter en loopt met Gert naar zijn werkplaats. Peter wil er zijn vriend laten zien welke kwaliteit Fantastic Color heeft. Peter gaat gelijk aan de slag en vult het verfpistool met Fantastic Color. Aanvankelijk is Gert nog sceptisch. Maar als Peter begint met lakken, merkt hij meteen hoe goed het product van Hesse Lignal dekt. Dat is veel beter dan zijn oude merk. Peter verrast dat niet. Fantastic Color heeft een tot wel 40% hogere dekking in vergelijking met de concurrentie. En dat is nog niet alles. Peter wijst Gert op de uitstekende lakstand van Fantastic Color. Daardoor kan Gert voortaan in één keer een dikkere laag aanbrengen en hoeft hij zich daarna niet te ergeren aan lelijke zakkers. Gert is blij dat hij nog niet is begonnen aan het lakken van de grote bar. Hij vraagt Peter hoe lang je moet wachten totdat een laag Fantastic Color is gedroogd en voor het eerst opgeschuurd kan worden. 2 uur. Gert kan het amper geloven. Hij vraagt Peter of hij hem een blik Fantastic Color kan uitlenen. Peter vindt dat natuurlijk goed en helpt zijn vriend meteen bij het lakken van de bar. Al na het aanbrengen van de tweede laag is de bar met Fantastic Color klaar. Gert is heel enthousiast. Hij is uren vroeger klaar met het werk dan gepland. Maar opeens twijfelt hij of Fantastic Color ook nog zo'n uitstekende kwaliteit biedt bij het eindresultaat. Ze komen allebei de volgende dag terug om de uitgeharde lak op de bar te beoordelen. Gert is onder de indruk van de optische kwaliteit van Fantastic Color. De grote bar ziet er in zijn geheel voortreffelijk uit. Peter moedigt Gert aan om met zijn hand over het oppervlak te wrijven. Wat een gevoel! Dat is werkelijk voelbaar bijzonder. Glad, onberispelijk en perfect. Peter legt uit dat Hesse Lignal er erg veel aandacht aan besteedt dat Fantastic Color goed aanvoelt. Maar dat is nog niet alles. Dankzij Fantastic Color is het oppervlak extreem robuust en bestand tegen krassen. Ideaal voor een bar die in de volgende jaren heel wat zal moeten uithouden. Gert is overtuigd dat hij met Fantastic Color tijd en materiaalkosten kan besparen en tegelijkertijd een hogere kwaliteit aan zijn klanten kan leveren. Vanaf nu zal Gert alleen nog maar werken met Fantastic Color van Hesse Lignal. Een heel verstandig besluit, stelt Peter vast. Slechts 1 week later krijgen de twee allebei een vers getapt biertje van een bijzonder tevreden eigenaar van het hotel.